Nederland. Vandaag de eerste dag. Film van een hoogtepunt van mijn leven, mijn broeder. En we gaan voortaan in ieder geval proberen om 's ochtends te beginnen met een lekkere uurtje te sporten. Influencer te zijn, heb ik nog een bedrijf in het uitzenden met mijn broertjes. Dus ook daar help ik nog een beetje mee. En er zijn vandaag wat 10 nieuwe werknemers gekomen. En die moeten even voorlichting krijgen en nieuwe schoenen krijgen. En even een woon- en verblijfplaats regelen met hun. Dus dat ga ik even doen. Ik ga even helpen. En dan heb ik nog een afspraak voor de merchandise. Probeer ik iemand binnen te halen, iemand van het bedrijf binnen te halen om samen te werken. Dus laten we hopen van het goede. Weer een dagje. Lekker naar huis. Kapot. Zwaar weekend gehad. Ik heb morgen een hele leuke podcastdag. Ik heb een keer 3 gasten. En dan ga ik jullie morgen weer wat meer over vertellen. Thuis, hè, dan laat ik één, niet eens een uurtje de gebroeders Berg en Emin alleen. En laat ze alle deuren, alles open. Tering koud in huis. Ongelooflijk. Goedemorgen. Dag 2 van de vlog. Daarnaast een hele drukke planning. Nou, ik woon hier achter in het rode gebouw. Ik ga even lekker fitnessen. Ik heb vandaag 3 gasten bij mij in de podcast die ook allemaal in de podcast terug zullen komen. Dus ik heb er zin in. Het wordt een drukke dag, maar ik heb er echt zin in. We zijn nu bezig met voorbereidingen voor de podcast die we nu gaan opnemen. Ik ben natuurlijk een bouwvakker geweest, hè? Je ziet het, hè? Ja, we zijn nu dus bezig met de voorbereidingen en zo gaat het eigenlijk een beetje eraan toe. We hebben hier ook allemaal lampen, we hebben heel mooie gordijnen eromheen gezet. Dus wil je de hele podcast beluisteren? Check dan even het linkje in de beschrijving, want we gaan vandaag 3 hele leuke podcast afleveringen opnemen. Dus het wordt wel weer een drukke dag, maar wel hartstikke leuk. En Bojan gaat even fixen. Kijk, hoppa. Nou, dit was het einde. Kijk wat dit nou is, joh. Ja, nou, dit was in ieder geval het einde van dag 2. 3 podcasts gehad. Ik ben eerst dat helemaal gesloopt. Dus dat, jullie bedankt weer. Ik ga wat spulletjes inpakken voor wintersport. Ik probeer wat bij elkaar te sprokkelen. En ik spreek jullie morgen weer. Goedemorgen, dag 3. Day 3. Ja, vandaag iets rustige dag. Gisteren natuurlijk een hele drukke dag gehad met de podcast. Kut weer. Maar we gaan even tegenaan. Vanmiddag gaan we iemand verrassen op school. Ja, daarna komen mijn kids. Ga ik even, gewoon even met de kids even spelen. En 's avonds mijn spul inpakken, kapper, zonnebankie en klaar voor de voor vakantie. Even een paar dagen lekker wintersport. Lekker sport, lekker een bakje cappuccino halen. Ik moet hem een keer meenemen in de vlog. Ja, ik moet je een keer meenemen in de vlog, hè, voor de... Ben jij een vlogger? Oh, ja, jongen. Nee, joh. Kom erin, hè. Nou, je ziet het al. Ik heb wat cadeautjes mee voor de jarige. De jarige is op Valentijnsdag, Mini uit Botergraven. Maar ze volgt me al vandaag heen. En ik heb haast, want ik ben altijd een beetje te laat. Zo, net iemand blij gemaakt. Nu even naar de family. Oh, mijn ex is er ook, dat wil ik niet. Die heb ik al maanden niet gezien. Vandaag is woensdag, is papa dag. Nou, woede. Even mijn kapper bezoeken. Ik ga het even weer een beurtje geven aan mijn haar dan. Broeder. Hey man. Ik heb verteld, beste kapper van Nederland. Ja, Sammy hier zo. Hey man. Ik ben een tijdje niet geweest, hè? Zeker. Huh? Is dat te lang voor mij?
ieder geval. Ik zie je een berichtje, ja? Bedankt, hè. Fijne avond. Doei. Hoi, hoi. Ja, dat was weer mijn knipbeurt. Als het altijd voor me klaar was, maar niet waar ik hem bel, ben ik hem zondag, maandag, dinsdagavond. Hij zegt gelijk, kom maar. Dus dat is wel heel mooi, ben ik heel blij mee. Dag 4 van de Bojana vlog. Eindhoven Airport. Ik kom liever niet in Eindhoven, maar als ik moet vliegen, moet ik eerlijk zijn, is het heel makkelijk. Beter dan Schiphol. Dus ga vandaag op windsport. Ik neem jullie de komende dagen lekker mee. En ik kan zien hoe Bojana lekker snowboarden. Ja, ik ben een snowboarder. Ik heb 7 jaar geskiet en daarna ben ik overgestapt naar snowboarden. Dus dat vind ik leuker. Dan zijn we dan in Innsbruck. Het is hier nog warmer dan Nederland. In ieder geval geen regen. Keizer Lodge in Schiphol. Wilderkeizer, heel mooi. Met de family. Ik ben enige single. Ook lekker, dat betekent bij de apres-ski heb ik meer mogelijkheden. Nou, ik heb mijn bord gekregen. Zwart met rood. Ja, was een beetje het meest opvallende. En je weet, Bojana houdt van opvallend. De schoenen geregeld. Nu de rest halen en dan kunnen we lekker gaan snowboarden. Daar zijn we dan, we hebben al gegeten. De batterij was leeg, dus ik kon het eten niet filmen. Maar de belangrijkste punt is aangebroken. We moeten betalen. Dus we gaan de Rad van Bojana spelen. En die gaat bepalen wie er gaat betalen. Ik denk mij. Mooie eten. Ongelooflijk. Nou, we gaan nog even een uurtje zwemmen. Zwemmen heeft zo'n spa die tot 9 uur open is. Dus we gaan even met elkaar naar de spa. Nou, je ziet het. Lekker in de sauna geweest. Lekker gezwommen. En nu lekker naar de kamer. Ajax kijken. Ajax play en Ajax kijken. Je ziet het, hè. La, 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 la. Dag 5. Vannacht een zware nacht gehad. Beetje koorts. Denk iedereen. Mijn broertje ook. Vader, iedereen. Vader is bed nog niet uit geweest. Dus iedereen is ziek. Maar we gaan het allemaal proberen vandaag even te snowboarden. Ik dan de rest skiën. Ik ben niet ziek. Hij is niet ziek. Dus ja, het is lastig om mijn camera mee te nemen op de piste. Ik neem wel mijn GoPro mee en een 360 camera en dan zullen wij dat erheen verwerken. Dus dat, kom we gaan. We gaan, iedereen is klaar. Ik ben iedereen kwijt. Eén ding is zeker, morgen niet met mijn schoonzusje in de buurt komen. Die bakt er geen drol van, dus dan moet je even wachten. Dat willen we ook niet hebben, dus ga zo lekker in mijn eentje verder. Het is wel leuk, het is wel warm, echt warm. Ik heb het gewoon snikheet. Ik heb alleen mijn thermo, echt een thermo ding onderaan. Voor de rest valt het echt mee. Ja, het is gewoon echt warm, gewoon warm. Je ziet het ook daar zo. Kijk er vanaf. Ja, voor nu, ik weet niet waar ze zijn, want zonder door is het 10 minuten te wachten. Dus ik wacht even 1 minuutje en dan ben ik gewoon pleit. De 6 heb ik even overgeslagen. Ik ben, je hoort een beetje aan mijn stem. Ik heb een griep gehad, last van mijn keel. Dag 7 is nou de zondag. En ik ga proberen om te gaan snowboarden. Lukt het niet, dan ga ik gewoon naar huis. Dan ben ik gewoon ziek. Dus ik ga proberen. Ja, ik kan maar niet praten. Mijn keel is gewoon helemaal, stem is helemaal weg. Dus even kijken hoe erg het is. En ik blijf maar zweten. Ik ben super griep en dat soort dingen gehad. Dus even kijken hoe het gaat vandaag. Ik hou jullie op de hoogte en dan hopelijk spreken jullie. Ja, hopelijk laat ik het straks nog weten. Laatste dag Schiphol in der Wilder. Wilderkeizer. Ja, het is het tweede jaar dat ik kom, of derde jaar. Na 2 jaar achter elkaar. Ik ga volgend jaar denk ik misschien wel wat anders proberen. Maar het is, ik voel het als thuis, zeg maar. Ik ken de pistes, ik ken de banen. Maar op een gegeven moment moet je ook wat wisselen, zeg ik altijd. Hè. We gaan nog een uurtje, want we gaan denk ik voor mij om 4 uur stoppen. En dan gaan we vanavond snowboarden, skiën. En mijn broertje is met de auto komen. Die gaat vanavond rijden en wij gaan morgenochtend met de vliegtuig terug.
eerste 7 dagen zijn bijna voorbij. Ik heb vandaag geprobeerd te snowboarden. Ik ben echt al 2 dagen super ziek. Je hoort het ook aan mijn stem. En de beelden die je voor heb je gezien dat ik het wel gedaan heb. Maar je voelt je niet fit en niet top. En voor de rest is het eigenlijk ochtend. Ik ben eigenlijk om 10 over wakker geworden. Ik ging echt om 1 uur pas snowboarden tot 5 uur. Even douchen, klaarmaken. Nu is het 7 uur. Dan gaan we het eten met de familie. En dan is het tijd voor bed. Gisteren heb ik overgeslagen, dus ik neem je vanavond wel mee. Nou, je hoort aan mijn stem nog steeds nog lekker ziek ben. Ik hoef in ieder geval niet te betalen met eten. Ik heb een sportmassage voor morgenochtend geregeld om 11 uur. Om lekker te masseerd te worden en dan kijken wat de rest van de familie is. Bij deze wil ik de weekvlog afmaken. De eerste weekvlog van de vele. Van alles gebeurd. Ziek geweest. Gesnowboard. Monkey Town geweest. Jullie hebben geen gezien. Gesport. Gefitnessd. Ik ben steeds niet lekker. Dan ga ik nu even naar de sauna. En dan ga ik de week lekker afsluiten. Jullie bedankt voor het kijken. En ik zie jullie allemaal volgende week weer terug. Tot ziens.